We zijn hier vandaag omdat er een krachtige bondgenoot staat waarmee de doelen van de energietransitie ineens wel haalbaar zijn. Kernenergie. We zijn hier vandaag om te vieren dat in Nederland de nucleaire sector nog leeft. En we zijn hier vandaag om te vieren dat de enige kerncentrale, Nederlands enige kerncentrale, dag en nacht 500 megawatt schone stroom produceert in elk seizoen, weer of geen weer. En we zijn hier vandaag om te vieren dat Nederland, mede dankzij onze onderzoeksreactor in Petten, een unieke kans heeft om het wereldwijde onderzoek naar thoriumreactoren met een enorme sprong vooruit te helpen. Enkele groene kranten erkennen sinds kort dan eindelijk dat het zonder kernenergie de energietransitie niet gaat slagen. Maar dat doen ze nog steeds met grote tegenzin. Die tegenzin is onterecht. Dat willen wij u vandaag vertellen. Want kernenergie is, al kunnen sommigen zich dat misschien niet voorstellen, per kilowattuur de veiligste van alle energiebronnen. Kernenergie heeft geen backup nodig. Produceert dag en nacht regelbaar vermogen, CO2-vrij, stabiel, weer of geen weer, in elk klimaat. Kernenergie is in een eerlijk vergelijk niet duurder, maar juist goedkoper dan andere CO2-vrije bronnen. Kernenergie heeft veruit de kleinste ecologische impact van alle CO2-vrije bronnen, omdat het zo ontzettend compact is. Ook is de afvalstroom van kernenergie per kilowattuur veruit de laagste van alle andere energiebronnen. Kernenergie stoot trouwens ook geen stikstof uit. Misschien moet iemand dat Carola Schouten eens gaan vertellen. Vraag u daarom eens dit af. Waarom vond Ed Nijpels, ondanks verzoek van ons, ecomodernisten, het niet nodig om zelfs maar één woordvoerder van de nucleaire sector uit te nodigen aan de klimaattafels? Waarom roepen politici nog steeds dat kernenergie niet samengaat met zon en wind, terwijl uit tal van onderzoeken het tegendeel blijkt? Waarom wordt het wereldwijd vooroplopende en baanbrekende Nederlandse onderzoek naar de thoriumreactor afgescheept met een fooi? Waarom komt van de klimaattafel dit eenzijdige en ineffectieve beleid? De reden is simpel, dames en heren. De politiek geeft geen leiding, de politiek volgt. Als het om de publieke opinie gaat, zit de politiek in de achterste wagon van de trein van de energietransitie. Zijn partijen die serieus willen zijn over klimaatbeleid eigenlijk wel geloofwaardig als ze hun krachtigste bondgenoot buiten de deur willen houden? Het is daarom de hoogste tijd dat we opstaan voor kernenergie. Dan kunnen meer mensen ontdekken dat zwijgen over kernenergie bepaald niet in hun belang is. Daarom vandaag in Amsterdam en in 32 andere wereldsteden stand up for nuclear. Dank voor uw aandacht.